Kijk, als ik een nummer maak, dan... Ik heb een tekst beschikbaar op een gegeven moment. Ik ga niet achter mijn pianootje zitten om iets nieuws te bedenken op het gebied van compositie. Ik pik gewoon iets op wat ik denk, nou, dat is een lekkere reeks van akkoorden. Dat gebruik ik gewoon als kruiwagen. Namelijk op een bepaald akkoordenschema kun je dus, dat is eigenlijk zo onbelangrijk in verband met het hele nummer. Dus op één schema kun je dus al 100 nummers, altijd zelf 100 volledig verschillende nummers zou je dat kunnen zien. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld geven, bijvoorbeeld. Wow. You make my heart sing. I lure it away. Everybody's trying to put my little girl down. Hang on, Snoopy, and Snoopy, hang on off. How does it feel to be on your own, like a Rolling Stone, enzovoort. Ja, ik bedoel dus een. Ik heb niet echt het gevoel van ik moet nu echt. Ik pak een schemaatje, je modelleert het een paar keer. Dus dan misschien iets te technisch gezegd. Maar ik ga soms ga ik in de American Discount en dan heb je zo'n rek met muziekboeken. En dan kijk ik door en denk ik, nou, dat en dat van Frankie Lyman en de Teenagers. Why do fools fall in love, weet je. Dan denk ik, nou, te gek, dat vind ik een lekker nummer. Even kijken, dat is die reeks van akkoorden, 4 akkoorden. Schrijf ik snel op in mijn boekje. En dan maak ik daar gewoon gebruik van als kruiwagen, weet je. En dat komt wel volledig, dus ja, de akkoorden, dus die vindingrijkheid. Ik ben echt toch wel dus heel erg met teksten bezig. Daar komt bij dat Danny, onze gitarist, is nu heel veel muziek. Die maakt dus wel, die gaat er wel voor zitten zelfs. Die vindt hij leuk. Dat is echt een muzikant, hè. Ik voel me totaal geen muzikant, hè. Waarom niet? Ja, dat is misschien. Omdat muziek aan zich me geen bal interesseert eigenlijk. Dus gewoon qua, als je dus sec redeneert in muziekopschrift. Ik voel me veel meer eigenlijk voel ik me gewoon een zingende dichter dan. Elk nummer dat heeft zoveel betekenis voor mij qua boodschappen. Ik zou niet over iets kunnen zingen wat me niet interesseert of zo, wat ik van afstand zou zien. Het is ook een materie, ik bedoel. Iedereen kent het verhaal, hoe Koos mij ontdekt heeft, weet je dat? Of, nou, dat is niet iedereen die kent. Op een gegeven moment zat ik in de Blizzards en had ik dus, die band speelde alleen in het weekend. Maar ik had mijn eigen materiaal, maakte ik. En door de week had ik dan in allerlei clubjes in Groningen mijn eigen bandje. Die band heette Spreets toen, dat is al een jaar geleden. En het gaat wel voor 250, 300 gulden, soms wat minder. En er was een dance in Benschoten en daar op een gegeven moment uitgenodigd. Dat was echt, we hadden helemaal geen bus of zo. Dus echt, nou, over de spoorlijn en dacht je, nou, oké, in Benschoten. Een pleintje dancing spelen. Op een gegeven moment. Dat is een klein tentje ook. Maar een soort kantoor die was als kleedkamer ingericht. En ik zit een shot te nemen en er valt mijn naaldje van, dus van die spuit in de prullenbak. Hè. Dus ik leg die spuit in die prullenbak zoeken. Op dat moment komt de eigenaar van de club binnen in de kleedkamer en die ziet die spuit, die lepel. Hele handen. Dus nou, normaal flipt iemand dan, hè. Dus als hij er niet nooit meer eerder mee geconfronteerd is.
ja, shit, nou, mijn naaldje is, ze weten toch wel ongeveer het brood aan de spuit, dus dat zou wel kunnen. Mijn naaldje is in de prullenbak. Het eerste wat hij deed met hem was, hij zet die prullenbak op zijn kop en op zijn knieën erbij en zoeken in die prullen naar dat naaldje, koos, dat was koos. Ja. En hij, op dat moment was ik dus, ja, dat was nog voor Street dus, en hij zag het gewoon zitten, ja, van, hij dacht, nou, dit kan hem worden, dit kan, dit mag wel goud worden. En die neus vind ik altijd, mensen die dat, die neus altijd goed omhoog houden, die, weet je, dat, en hij zei ook, dus heel die investering gedaan voor, zei, nou, diezelfde avond zijn we nog, of de volgende morgen, zijn we nog naar Kilby gegaan en hebben gezegd, nou, want ik was altijd van, als ik uit mijn band ging, nou, weer een beetje moeite met die confrontatie van mensen teleurstellen. Maar nou ja, hij zei, nee, man, dan moet je naar QB toe. Want net was Schelling eruit, was naar de Ering. En de, net een dag daarop kwam wij, ja, ja, nou, Harry, ik ga er ook uit, weet je. Dat is echt, maar goed, dat hebben we gedaan. En nou, de volgende week was die band er alweer. En de twee weken hebben we gewoon in die Groningse nachtclubjes. Maar wat ik wil zeggen eigenlijk, dat Koos is ontzettend belangrijk voor mij, is in die omschakeling van, weet je wel, van, van niet georganiseerd zijn naar het mogelijk maken van alles. Ja, dat keerpunt is toch voornamelijk gekomen door het ontmoeten van Koos. Het, want het is ook altijd organisatorisch was het altijd een soort fiasco, weet je wel. Van, ik wil wel graag god, die had geen installatie. Nou, dat was Van Boeien ook hoor, die was ook, die heeft me ook echt die push gegeven. Niet zeker, gewoon doen, weet je. En dat, die mentaliteit, weet je, dat is even de knop omdraaien gewoon. Dat, ik ken zoveel kunstenaars, mensen die met dingen bezig zijn. Van, ik ben wel lekker bezig en ja, ik geloof dat ik volgende week kan, ik, ja, ik, ja, en het gaat allemaal op zijn Jan Boeren fluitjes, dan heb ik jou daar, maar als je, en als je 10 jaar later komt, dan redden ze lul is nog zo, weet je. En dat, zo'n periode heb ik ook vrij lang achter. Want het is toch wel even zo, als je echt iets wil, dan moet je het gewoon, hups, zo'n boek ook, van kastjes, gewoon kleine kastjes, oude troep, gewoon in een Volkswagenbusje en spelen, weet je. Als het, het product, dus aansluiting vindt, dan blijkt dat echt heel snel, weet je. Dat heeft zich ook zichzelf zeer snel bewezen. Ja. Zelf die dingen uitpakken, dat stond in 10 minuten helemaal te gek. Dus dan, eindelijk begreep ik ook de hele techniek, weet je wel. Dus een microfoon, of een microfoon zien. Oh, gepaard met snoertjes en PA's en dat kun je helemaal niet overzien. En alles wat we nu doen, wat ik gedaan heb, het tekstgebied en het muziekgebied, is allemaal gekomen uit de poep. Echt uit van, uit de, van echte dikke stront, van echt van kraakpanden en of huizen kraken van mensen die net opgepakt waren. Mijn speeddealer was op een gegeven moment opgepakt. Onmiddellijk dat huis kraken, weet je. Het enige wat er nog in stond was een soort een gaskachel. En dan was een hele winter als er van nou om me heen woont. En nou, dan shots nemen en teksten maken, weet je. En nou, dat is een ontzettende gemotiveerde situatie, weet je. Dat is heel erg gedreven. Op een gegeven moment word je succesvol en dan Dat doe je het voor, je wil succesvol zijn. En waar ik bang voor ben, is wat ik bij een heleboel artiesten zie, weet je, bijvoorbeeld Steely Dan, Little Feet. Eerste LP te gek, tweede LP ook nog te gek vaak. En dan in één keer wordt het een soort, wordt het vager, weet je wel. Dan is het even niet, dan mis ik in één keer de eerste LP van Little Feet. En dat heeft een soul van mij die niet meer Jackie Lomax, weet je. James Taylor bijvoorbeeld, zijn eerste LP op Apple, die is zo goed. En die is echt, die heeft gewoon soul. En dan in één keer, als je arriveert, als je dus op het level van succes zit, dan is het, dan lijkt het net of het,
dan is die, die diepte er een beetje eruit. Hè? Dat, vind ik, en de, een groep die dat het tegendeel bewijst is de Rolling Stones. Dat is een van de weinige groepen waar ik me qua aan op kan trekken. Waar ik denk, nou, het kan ook op de lange duur juist beter worden. Weet je. Dat is een groep die juist andersom, die nog steeds helemaal, die zijn ook wel in op en neer periodes, maar die dus steeds betrouwbaar blijft deze, qua inzet van mij dan. Nou, daar ben ik bang voor, zo dat is een uitdaging verliest. In Nederland is het op een gegeven moment, mijn populariteit, onze populariteit, die is in Nederland nu zo groot dat het dat het echt griezelig wordt. Als ik in de trein zit, de conducteur, ik herkent je, weet je, vroeger, ik zit altijd in de kroeg, dus ik ging een anonieme kroegjes, vind ik leuk. Dan weet ik, oude mannen een beetje kijken. Ik vind het leuk wat oude mannen tegen elkaar zeggen altijd, in de kroeg, dingen die ze zeggen. Ik hou van kroegen waar mensen gewoon tegen elkaar praten, van de ene kant naar de andere kant. En daar herkennen ze me ook al nu wezen. En en mijn hoofd is ook totaal los geweest de laatste tijd. Want het is echt, echt een spoor van vernieuwing, weet je. Elke morgen als je wakker wordt, denk je, shit, dat heb ik gisteren weer gedaan. En dat, ja, en wanneer je zoveel speelt, dan is dat je die routine. Maar ik heb nu gelukkig weer de knop een beetje om kunnen draaien, dat ik dus. Kijk, vroeger was het altijd voor mij shotnemen, weer een nummer, weet je. En dus het gelijk, je spirit, je energie omzetten in iets concreets, in tekst of wat dan ook. En daar ben ik een tijd kwijt geweest. En dat ik nu een beetje terug, nu, waar ik me nu dus bezorgd over maak, nu een beetje dat ik het opschrijf ook. Maar weet je, gewoon dat gevaar van gearriveerd raken. Dat is echt heel griezelig is dat. Als je 10 jaar lang spuit je, weet je. Dus echt, dus op het moment dat je iets een beetje vervelend begint te vinden, dan was het even een shot en dan was het allemaal weer te gek. Dat is een soort verwennerij van, heb ik jou, dus je verwendt jezelf, 10 jaar lang verwend je jezelf op een, we hadden laatst een rekenmachine gejat, zo'n heel kleintje elektronisch. En toen zaten we allemaal te frieken met het rekenmachine in de auto, onderweg naar een optreden en van uitrekenen hoeveel sigaretten. En, op een gegeven moment, nou, uitrekenen hoeveel shots heb ik in mijn leven genomen. En dan heb ik gemiddelde genomen van 5 per dag, dat is aan de lage kant hoor, dus echt een beetje rustig gehouden. Maar dat bleek dus dan over de afgelopen 10 jaar, dan bleek ik toch wel iets van bijna 15.080 shots. Moet je nagaan dat je 15.080 nou in je arm prikt, dan ben ik er nog goed afgekomen eigenlijk. Dus misschien in dat licht gezien is het misschien, nou, voor mezelf begrijp ik dat ik even die creativiteit mis. Maar ik zie bijvoorbeeld bij Clapton, dat is Laila, helemaal te gek. Hè? En dan in één keer is het pleiten, is het volledig een oude man in één keer, weet je. En Lou Reed heeft af en toe ook last van, dat je een oude man wordt. Maar die slaat zich er wel iets meer, beter doorheen, vind ik. Clapton heeft, die is het, geloof ik, al geaccepteerd dat hij een oude man geworden is. Ja, maar in ieder geval, dat zou ik nooit accepteren. Ik ga liever dood dan dat ik dat ik een oude man denk, weet je. Dat bedoel ik. Die angst van in één keer, dus omdat je jezelf zo lang verwendt met speed, shot speed, dat is zo ingrijpend, veel te lekker is dat gewoon, weet je. En als je het een beetje hanteren kunt, dus kom je in een situatie dat het echt een, alles wat je overkomt, als je iets tegen zit, je vriendinnetje maakt ruzie met je, of wat dan ook. Ze hebben een shot en als voor het optreden ook niet meer te houden, weet je. Echt van dat enorme drive van, even doen. Echt zo'n overdreven levenslust, weet je. Dat, als je dat heel lang jezelf op die manier verwend hebt, dan is het wel even, als je dat niet meer doet op een gegeven moment, dan is het toch even een periode dat je, want je bent dat level gewend gewoon en dan is het in één keer, moet je toch, ja.
Want ik vind Spijter ergens, het is een beetje onesthetisch gezicht, maar het is toch wel een hele goede kroeg. Het is echt rock and roll, vind ik hoor. Het is echt een goede. Het is ook een taboe, weet je. Dat is ook aantrekkelijk. Omdat ik toevallig, het is geen gezicht, weet je. Dat is een naald in je arm steken. Het is echt, hè? Dat is toch. Oh, dat is echt vies, weet je. Vroeger gingen we altijd samen in de bus, nu reizen we aparte auto's, luxe auto's. Vroeger was het in de bus door het hele land. Dan hadden ze zo'n soort tafeltje speciaal voor mij gemaakt, zat ik in het midden. En dan een lepeltje erop, een flesje gedistilleerd water, een badje, spuit. En dan lekker onderweg spuiten, nemen, cassettebandjes erin drukken. Toch gekke kroeven. Iedereen lag helemaal bewusteloos achter in die auto. En dan zat ik lekker naar die streep te turen en swingen op. Ah, shit. Weet ik, maar dat is. Ik heb wel gemerkt dat ik mezelf daardoor toch wel behoorlijk opgebrand heb, in die zekere zin. Mijn tanden kwijt, weet je. Ik weet niet hoe het er van binnen uitziet hoor. Misschien valt het mee. Weet je. Ik zal het eens laten onderzoeken.